wat we niet gaan doen is de competitie aangaan met een hond. Dat werd aangezet. Dus een hond die vasthoudt en niet wil lossen, gaan wij niet daarop corrigeren. Want dat heeft geen zin. De hond zit namelijk heel hoog in zijn drift. En die gaat alleen maar meer vast willen houden en meer willen verdedigen. Dus hoe meer je daarop ingaat, gaat schreeuwen of corrigeren of weet ik van wat. Hoe meer die hond zal hebben, ik moet dit echt verdedigen. Dat is heel erg belangrijk. Dus dat doen we niet. We gaan geen confrontaties aan. We stellen wel grenzen. En ook in het aanleren van het bos zit dan een verschil in het type hond. Een hond die echt heel moeilijk lost, die heel hoog in zijn drift staat, die een beetje prooinijd toe leidt en die ook niet wil ruilen, die geven me wel een grens. Maar dat laat ik straks in een filmpje zien. Ik ga jullie nu laten zien hoe ik een hond leer lossen op het moment dat hij heel hoog in de drive staat. Eigenlijk geen voer of andere dingen meer aan wil nemen, omdat hij alleen maar de buit wil. Een hond met het hebben is houden idee. Alles is van mij en ik wil het hebben en ik wil het kapot maken. Het is van mij. Dit soort honden zijn wat moeilijker om ze te leren lossen, omdat ze heel erg gefocust op een bepaald speeltje zijn. Ik gebruik hiervoor een halsband, gewoon een halsband. En in dit geval kies ik even voor deze bal, omdat ik zeker weet dat de hond die ik laat zien hier een enorme drive heeft. Daarnaast heb ik een zak vol met voertjes om de hond te belonen. Ik gebruik in dit geval geen klikker, simpelweg omdat ik mijn beide handen nodig heb in dit project. Dus geen klikker. De bedoeling is dat er zo weinig mogelijk gesproken wordt. Dus ik bied de hond de bal aan, ik laat hem ermee spelen. En op het moment dat ik wil dat lossen, dan zorg ik ervoor dat ik de halsband vastpak en dat ik mijn hele spel verslap. Dus ik haal de spanning van het speeltje af en ik haal de halsband vast. En dan wacht ik net zo lang totdat de hond loslaat. Dit kan soms best wel even wat lang duren. Het ligt eraan hoe hardnekkig je hond is. Op het moment dat de hond loslaat, dan zorg ik ervoor dat ik de bal die ik vast heb, niet omhoog gaan plaatsen. Ik ga hem niet verstoppen, ik ga hem niet uit het zicht halen. Ik wil namelijk dat de hond zelf besluit om los te laten en dat het van mij is. Dus ik hou de bal op zijn plek. Op het moment dat de hond hem los blijft laten, krijgt de hond van mij een voertje. Op het moment dat hij weer achter die bal aan wil gaan, zij willen hem nogmaals vastpakken, pak ik gewoon de band weer vast. En herhaal ik het proces net zo lang dat de hond gelost heeft. Ik de bal nog steeds op een rustige manier op dezelfde plek vast kan houden. En de hond zich dus dusdanig los kan maken van die bal, dat ik hem kan belonen voor het lossen. En al die tijd komt er geen commando aan te passen. Dus ik zeg geen nee, ik zeg geen voei, ik zeg geen of los of wat dan ook. Ik laat dit de hond zelf uitzoeken. De hond staat zo hoog in drift, dat wat ik ook zeg, toch niet door. Ja, goed. Ik wil nu de bal gaan afpakken. Ik ben mijn linkerhand pak de bal vast. En met mijn rechterhand zorg ik ervoor dat de spanning van het speeltje omhoog. Ik hou hem wel vast. Maar ik trek hem niet aan. Ja, de halsband zorgt voor dat ik controle hou. Zodat ik niet weg kan. Het enige wat ik voor
Ik ben er nog niet.